Er zijn de laatste tijd opvallend veel autobranden in de omgeving van de Tromstraat in Leeuwarden. Het lijkt erop dat hier sprake is van brandstichting. In de nacht van maandag op dinsdag woedde er opnieuw een flinke autobrand. Ditmaal brandde er in de Tromstraat, ter hoogte van de Evertsestraat, een auto volledig uit. Met blusschuim en water wisten de brandweerlieden de brand snel te bedwingen. Vorige week waren er 2 verdachte autobranden. 1 in de Karel Doormanstraat op zo'n 40 meter van de Tromstraat. En de afgelopen maanden zijn er meer van dergelijke branden geweest in dezelfde omgeving. Een woordvoerder van de politie liet ons desgevraagd weten dat er nog geen duidelijk verband gelegd kan worden tussen deze brandstichtingen.